Ja, boom. Live op de tuin in Nieuwveen zijn we. Ik ben op bezoek bij Mark Sassen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Heel leuk dat ik er mag je zijn. Vorige keer was ik live bij Dobbe. En daar heb ik nogal wat commentaar gehad dat hij slecht te verstaan was. Dus ja, ik hou de commentaren even in de gaten van of dat hier nu beter gaat. Maar we moeten natuurlijk 1,5 meter afstand houden. Dus probeer je ook gewoon duidelijk te praten, dan horen we het goed. Daar was het ook zo, denk ik. Die heeft zo'n hele specialistische koeling. En die maakte een soort brom. Ja. En ik denk dat die een beetje het geluid overstemde. Dus ik hoop dat het hier goed gaat. John Osthoorn en Michel Hogendoorn zijn al aan het kijken. Dus misschien kan ik aan hun even vragen of ik goed te verstaan ben. En dan kunnen ze even in de commentaren zeggen of dat zo is. Het is Koningsdag. Een gekke dag. Het is geen veildag, Koningsdag, hè? Jawel. Wel? Ja, het is gewoon veild. Dus de veiling is gewoon open. Ja. En, heel blij mee. Ja, dat snap ik. Ja. Goeiedag. Ja. Prijzen waren redelijk. Ja. Hou jij elke dag de prijzen in de gaten op de klok? Of zie je het later wat er... Nee, ik kijk meestal wel even de klok in de kantine mee. Of ik heb contact met de verkopers en inkopers. Ja. Ja, dat blijft wel een leuk spelletje. En we kopen natuurlijk veel rechtstreeks. Maar die klok is altijd leuk om te kijken. Ja, ja. Nou, we zijn hier op de... Ja, het is een koude kast dit, hè, noem je dat eigenlijk? Ja, het is een koude kast. We telen hier niet in de wintermaanden. Nee. En koude kast houdt meer in dat we de winter koud gaan, maar dat we met de eerste snee wel een beetje helpen met verwarming. Ja, ja, precies. Dus je hebt eigenlijk 5 maanden dat je bijna niet hoeft te stoken. Dus dat scheelt enorm veel gas. Ja, dat scheelt echt enorm veel gas. Ja. We proberen ook echt in de tijd met de rozen die wij telen in een periode te komen dat er ook echt vraag naar is. We zien gewoon op die winter de vraag naar de tuinshape rozen. Ja. Minder. Ja. Ze willen het wel hebben, maar je ziet gewoon dat de prijs eigenlijk de helft is wat je zo bevat. Ja. Ja. En met het spelletje dat wij doen natuurlijk op de veiling qua kleur behandelen, ja, kunnen wij dit doen. Anders kan het niet, want dan leg je 5 maanden stil met je personeel en dat gaat niet. Nee, precies. Want die rozen die je verft, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, de white toppings. Ja. Dat is ooit begonnen met die wit-roze roos, Dolce Vita is dat? Ja. Kweek je die nog eigenlijk? Nee. Hij wordt nog wel. Ik zie hem wel bij Brela staan. Ja? Het is nog steeds een heel mooie roos. Ja? Maar qua groei viel die niet altijd mee. En omdat die roos een roze punt heeft, ja, ongeveer 20-25% was, had die kleur niet. Nee. Daar zijn we een beetje mee gaan rommelen met kleuren erin spuiten, ja, koppelen. Ja, precies. Zo is het kleurverhaal begonnen. Ja. En dat is een roos die je nog steeds gebruikt om die toppings te doen? Of doe je dat nou met andere soorten gewoon helemaal? We doen eigenlijk steeds minder rozen. Steeds meer dat we steeds meer andere bloemen gaan verven, zoals tulpen. Vanmorgen de eerste pioenen gekocht. En dat is eigenlijk leuker als rozen. Ja, ja. Maar goed, we gaan het nu niet te veel over de verfderommel hebben, want we staan nu hier in een paradijs, denk ik. Ja. De mooiste rozen van de wereld. Ongeveer wel. Ja, ja, ja. En ik ben natuurlijk een rozenliefhebber. Hè? Ik weet ook inmiddels heel veel van de veredeling en van soorten af. En mijn grootste vraag die ik heb voor jou is van... Hoe selecteer jij een roos voor in deze kas? Waar moet die aan voldoen? Ja, dat is de zoektocht die constant bezig is. Constant bij veredelaars gaan kijken. Verliefd worden en zetten, proberen. En als je vanuit de test gaan we wat grote planten proeven, wat gelijk al in de handel zetten of proeven wat de handel ervan vindt of hoe misten. Ja, want jij hebt natuurlijk je rozen. Kijk, veel veredelaars. Dat weten misschien de meeste mensen, maar de meeste veredelaars die zitten gewoon te wachten op de volgende, zeg maar, freedom. Hè, ze willen allemaal zo'n soort roos maken die iedereen gaat kopen en dan. Met alle respect, jij koopt natuurlijk maar een paar plantjes. Ja, maar wat ik koop zijn dan meestal de toevalstreffers die ertussen staan. Want er wordt helemaal niet echt veel op veredeld. Nee. Niet door gewone veredelaars. Die willen mooie witte, mooie rode en mooie roze. Ja. In Afrika veel meters kunnen verkopen. Ja. En dan komt die 500 meter van Sassen. Dat is helemaal niet interessant voor ze. Interessant. Misschien leuk om klanten mee te nemen. En, maar nu, ze zijn wel een beetje om. Want ze vinden het wel leuk als ze natuurlijk in het hoogste segment een paar toppers erbij hebben. Ja.
En je ziet ook gewoon dat als wij een klein stukje planten, proberen we dat wel voor onszelf te houden. Maar voor het buitenland kunnen we dat niet. Nee. Dus je ziet heel veel van onze soorten ook wel in het buitenland geteeld worden. Ja, precies. Precies. En wat is nou een veredelaar die waar je het meeste van hebt staan? Je meeste tuinroosvormige? Is dat, dat is denk ik wel spek, schreurs en toch wat dumen. Ja. De ruiten hebben we de café Lotte van. Ja. Dat zijn wel de veredelaars waar ik het meest voor. Ja, precies. Dat precies. Een beetje. Ja. Hard met karren heen en weer. We staan op de kijk. Zullen we. Ja. Kan dat? Ja, dan loop ik achter je aan. En gelukkig schijnt het zonnetje nog. Het is morgen over. Nou, we beginnen gelijk met het teststukje. Ik zag al een hele mooie, een beetje mosterdkleurige. Ja, dat is een beetje mosterdkleurtje, ja. Welke is dat? Mag je dat zeggen of is het een code nog? Nee, hij heeft net een naam. Hij heet Spoiler heet hij. Spoiler? Wauw, wat een kleur zeg. En dat is ook fijn dat je geen lamp aan hebt. Nee. Dan kunnen we gewoon, kleur, kunnen we gewoon de echte kleur zien. Het is echt een hele mooie kleur. Hij verkleurt ook helemaal naar die zachte tint aan de buitenkant. Dat is een kleur die ik niet ken verder. Nee, ken ik toch slecht. Ze slecht benoemen, ja, mosterd, maar... Ja, is hem ook niet, want je hebt natuurlijk die golden mustard, die heeft natuurlijk een hele andere kleur. Ja, die is weer anders. Ja, het is gewoon apart. Heel mooi, heel mooi. Het gewoon mooi. Dit is ook geen garden. Ik kijk tegenwoordig helemaal niet alleen maar naar garden. Dat deed ik eerst wel. Ja. Maar dit is echt, ik moet het gewoon mooi zien. En garden is voor jou een echte gevulde tuinroos? Ja, die een beetje een leeg hart heeft. Ja, ja. Een leeg hart, die mooi open van binnen. Precies, open. Ja. Eerst keek ik heel veel naar grasharten, dan kijk ik eigenlijk helemaal niet meer naar. Nee. Is dat een beetje over, grasharten? Of, Ja, ik vind het zelf niet zo mooi meer. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, daar begon het wel een beetje mee, want het was ook niet zoveel anders. Voor mij is het een beetje alsof er iets mis mee is. Ja, is het er ook wat mis mee? Ja. Dat is leuk. Ja, precies. En er gebeurt ook niet zo heel veel mee. Want jouw rozen gaan ook wel over het algemeen allemaal mooi open. Ja, en, de meeste wel, maar het is bij elk soort weer anders. Maar daar selecteer je niet op. Het is niet voor jou geen vereiste dat die open moet. Ik vind als die echt helemaal blijft hangen, we hadden er een paar staan die echt gewoon niks deden, die zijn er inmiddels uit. Ja. Het moet wel leven. Het moet wel een vaas leven hebben of het moet wel goed beter werken. Ja, ik vind het mooi als ze staan en dan uiteindelijk alle blaadjes eraf vallen en dan onderaan het vaasje dan de roosblaadjes liggen. Dan denk ik, nou, jij bent klaar. Ja, ik heb liever dat ze er nog even aan. Ja, snap ik. Even goed opletten, dat ik niet onderuit ga. Deze is leuk. Deze hebben we gewoon gezet, omdat hij zo bizar. Wat een bloem is. Zeg, hè? Niet normaal. Even kijken, ik zet je even er helemaal op, want dan zie je hoe groot... Want jij bent niet klein. Dit is echt enorm. Dat ding is denk ik... Het wordt wel 20 centimeter, ja, denk ik. Dat is echt bizar. Ja, zeker al laat je hem uitbloeien, dan is het... Even met mijn handen. Ja, ik heb niet van hele grote tuinershanden, maar... Zet er op een knijper op, hè, dat ze hem niet afknippen. Dat doe ik meestal in het middenpad. Dan ken ik vooral als er een bezoeker komt. Ja, precies. Hoef je niet overal heen. Ja. Wauw, wat een ding, zeg. Niet normaal. En daar staan... dat is ook mooi, met een je rood hartje. Ja, die zijn we aan het testen. Dat is misschien ook wel leuk om te zien. Hier heb ik een heel proefje ervan. Dat zijn... Hultemia hybride rozen. Natuurlijk, Hultemia. Ja, nou, dat ken ik natuurlijk. Normaal buiten gedeeld worden. Dat zijn meer dingen die voor de beplanting of zo. Voor de... Dat is ook leuk, hè? Wat is dat dan? Ja, het is een nummertje, maar gewoon eigenlijk wel een klassieke roos. Ja. Maar gewoon met een hele mooie kleur. Ja, heel mooi. Ik denk niet dat we hem ooit commercieel gaan zetten, maar ik vind het wel heel leuk om hem. Ja. Nou ja, hij produceert aardes. Ja, voor de eerste snee. Dat is ook wel belangrijk. Hoe die eerste snee rozen is natuurlijk best wel belangrijk. Ja, want hij ziet er ook echt super, super fris groen uit. Deze is ook wel leuk. Dit is eigenlijk een roze om uit te laten rijpen. Die begint natuurlijk, kijk, die valt nou al uit. Die begint... Dat is dezelfde, joh. Ja. Ja. En dat doet hij eigenlijk in de zomer, doet hij dat nog extremer, zeg maar, van kleuren. Ja, mooi. Ja, dat is ook een speksoort. Productief. Kijk, het zijn die Hultemia typetjes. Ja. En we zijn een beetje aan het kijken of we een paar geschikte vinden om in de kast te telen. Want normaal is het gewoon te slap en te hangerig. Het lijkt bijna een beetje gewoon op de rozen die in het plantsoen staan, heel kort. Ja. Beetje, ik noem het altijd zeg maar rozenbottel. Zeker rozenbottelrozen. Ja, heel mooi. En heel weinig bloemblaadjes.
Ja, heel weinig bloemblaadjes. En jij produceert van zeg maar maart tot oktober zoiets? Ja, de eerste rozen knippen we normaal gesproken ongeveer in april. Uh-huh. En we gaan door tot, we kunnen doorgaan tot 1 december, maar je ziet ook dan al dat de kwaliteit en de vraag gewoon afneemt. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon 1 november stoppen. Dat zou het mooiste zijn. En weet jij nou of het merendeel van jouw rozen gebruikt wordt voor het bruidswerk? Of komt dat ook gewoon in de winkel? En? Ja, ik zie ze heel veel in mooie luxe boeketten. Ja. En sommige types zoals Westminster Abbey en de Mansfield Park. Ja, die worden heel veel in bruidswerk. Merk je... Die worden nu ook verkocht en er is amper bruidswerk. Ja, maar wat, hoe zit dat met jouw bij prijzen nu? Is dat nu echt minder? Want het is natuurlijk helemaal geen bruidswerk nu. Dus gewoon helemaal niks nu. De prijzen vallen me niet tegen over het algemeen. Ik denk dat het maar een fractie lager is dan we verleden jaar hadden. Goh. Maar de eerste snee in april werd toch al niet voor alles voor bruidswerk gebruikt. Want in april is het niet zoveel trouw. Precies. Dus het is voor jou nog even spannend om te kijken hoe het verder gaat. Ja, ik vind het wel spannend hoe het nou verder gaat. Ja. En wat de prijzen zijn nu redelijk, omdat er gewoon niet heel veel rozen uit Afrika komen. Nee, klopt. Dus er is misschien wel wat minder vraag, maar er is minder aanbod ook. En jij kan gewoon aanvoeren wat je zelf wilt? En je hebt geen restricties erop? Nee, we hebben wel restricties, maar blijven nog steeds binnen. Oké. Okay. Dus we hebben de restricties al wat opgerekt. Ja, en dat geldt voor iedereen, hè? Is dat voor specifieke productgroepen? Per roze krijg je dat, dat is nu 150%, dus het is eigenlijk al een soort vrijgegeven. Oké. Hier zijn heel veel dingetjes van leuk. Er staan er wel niet zoveel op. Oh, jammer. Ik heb er eentje die ik wel in productie neem, maar die staat er momenteel. Ja, mijn oog werd getrokken naar die namelijk. Ja. Die gele, het gele is natuurlijk geen super kleur, maar... Machat heet die. Machat. Ja. En heb je die al te koop? Want hij wordt daar wit helemaal, hè? Ja. We hebben natuurlijk maar 1 bedje, dus hij staat gewoon gelimiteerd in de webshop. Ja, dat is wel heel gaaf hoor. Dat vind ik echt heel mooi. Van geel naar wit gaat hij. Ja, we knippen hem geel. Ik had hem eerst eigenlijk uit willen rijpen op de plant, maar dan zie je dat deze gaan wel uiteindelijk de doelbaars verliezen. Oké, okay. Dus, dat wil je niet. Dus ik breng hem geel, terwijl hij eigenlijk veel mooier wordt. Ja. Nadat hij als ik wat ouder wordt. Ja. Er is natuurlijk allemaal gaat het over het vertellen van het verhaal, want als je dat zo ziet in het emmertje dan denk je van ik koop een gele. Ja, je moet een beetje weten. Ja, en natuurlijk als je hem verkoopt in de bloemenwinkel, verkoop je hem als geel. Ja, je moet een beetje vertellen. Ja. Je moet een foto laten zien op social media. Ja. Ja, in ieder geval dat jij een van de best bekeken kwekers bent, toch? Op Facebook, op Insta. Ja, aardig wat volgers. Zit er ook heel veel tijd. Het steekt ook heel veel tijd. Dat is een beetje een lichte verslaving, zeg maar. En dat doe je allemaal zelf? Ja, doe alles zelf. Ja, ik vind, als je het niet zelf doet, dan breng je het niet over, denk ik. Dan ken je dat gevoel toch niet. Nee, of je moet iemand hebben die het helemaal voelt. Ja. Dus, dit is het nieuwe. Daar is hij, daar ben ik weer. Ik werd gebeld, sorry mensen, dan gaat hij even... Dit is ook mooi, zeg. Ja, dat is een mutant uit de Mansfield Park. Meestal zijn mutanten iets minder, maar deze is eigenlijk gewoon veel beter. Deze is beter? Qua groei en qua knop. Wauw. Qua kleur is de Mansfield Park echt het bruidswerk echt gewoon een mooie kleur. En deze ging muteren bij jou? Ja, zelf gevonden. Oké, dus dat is jouw roos eigenlijk nu? Nee, hij wordt nooit eigendom. Oké. Je krijgt wel wat voorkeursbehandelingen, maar hij blijft eigendom van de breeder. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Goh, het staat echt. Ja, die eerste snee is altijd een beetje is massaal. Hierachter staat. Dit is de. En dat zijn ook de allergrootste bloemen, hè? De eerste snee ook, hè? Ja, dat zijn meestal wel de grootste bloemen. Ja. Dus nu is het moment om te kopen eigenlijk. Ja. En het is natuurlijk droog geweest en zonnig, waardoor de kwaliteit en de houtbaarheid gewoon heel goed zijn. Geen probleem met vocht. Nee, geen botrytis. Nee. Maar goed, je zegt dat het wat droog is. Heb je het dan over de luchtvochtigheid? Ja, en geen regen. Als je het regen buiten hebt, is het in de kas ook altijd wel vochtig. Je kan het er wel uitstoken, maar op zich is dit weer voor de bloemen echt perfect. Ja.
En s'avonds ook nog een beetje koud. Ben je nou s'avonds nog aan het, bijstoken nu nog? Of, Ja, je moet echt, want het is de nachten zijn best wel koud. Ja. Dus als het buiten een graad of 3-4 is, dan moet je toch wel, dan gaat er gewoon een pijp in. Ja, precies. Ja, want je meisje altijd verteld dat roos goed gedijt als het ook een beetje koude, koude nachten heeft. Daarom staan ze in Eco natuurlijk zo mooi. Dan is het in de berg is het natuurlijk s'avonds koel. En overdag bloedheet en dan gaat het goed. Ja, precies. Alleen we hebben het hier natuurlijk maar een maand of zes. Ja. En daar heb je het jaar om. Ja. Wat een hoeveelheid. Hier komen wel. Hier komen wel flink wat emmertjes vanaf, denk ik. Het is wel echt pieken, ja. Het is echt pieken. We hebben wel toen de corona begon, hebben we heel veel takken uit de eerste snee. Die hebben we gewoon in een heel jong stadium weggetopt. Mm-hmm. Om die eerste snee wat af te vlakken en ja. wat meer spreiding te krijgen. Ja. Dat lukt niet altijd, dus je knipt hem heel jong af. Ja. En dan gaat hij weer uitlopen. Alles wat hier uitloopt, bijvoorbeeld, is eerder getopt. Ja. Dus die is er dan over 3 weken weer. Terwijl je, als je dat niet doet, heb je natuurlijk een hoos rozen. Ja, en dan even niks. 3 weken niks. Nee, precies. En nu gaat dat wel gewoon door, hoop je? Ja. Je krijgt hem nooit vlak. Nee. Het is nee. wel wat gespreider. Dus, en wat denk jij dat jij komende weken gaat gebeuren? Gaat het weer open? Nou, in Frankrijk en Italië, zeg maar, de bloemwinkels ook weer open mogen in Spanje. Ja. Dan, dat zou wel heel prettig zijn. Ja. En ik denk wel dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Ja. En dan krijg je gewoon meer vraag. En dan zie ik het wel... Het wel redelijk goed komen, alleen ja, qua bruiloft is het natuurlijk bij de vraag. Ja, dat is... Eventplanners en dat soort... Kijk, een bloemist, online bloemist draait hartstikke goed. Ja, ja. Maar een eventplanner en bruidsbloemisten, dat is toch wel... Ja, wat ik zo hoor is dat dat gewoon allemaal uitgesteld is. En niet eens naar eind van het jaar, maar vaak gewoon 1 of 2 jaar later. Ja. Dus het komt ook niet terug, denk ik. Nou, gaat het ja, precies. Maar volgend jaar Exop nog, hoor. Oh, tuurlijk. Hoeveel... Darlington. Heel klein, sterk tuinroosje. Hoeveel variëteiten heb je eigenlijk hier? Ja, ik denk dat morgen. We hebben er ongeveer denk 35 soorten. En dan hebben we ook nog allemaal testjes die of in de garden mix verdwijnen. Ja, precies. Maar ik denk dat we totaal 45 soorten. Ja, want die testjes die verkoop je niet in de shop, die gaan naar specifieke klanten van jou? Nee, om, die gaan gewoon in de shop. Wel, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Het is bijvoorbeeld niet zo dat je weet van nou, vandaar komen een beetje topbloemisten. Bij die leverancier zet ik dan dat neer of dat. Ja. Alles gewoon open. Ja, het eerst komt, het eerst maalt. Je kunnen vinden op de shop via exporteurs dan. Of ja. Leveren alleen aan. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Die weten dat wel te vinden. En als je natuurlijk op social media, als ik wat plaats op social media, probeer ik toch wel dat het verkrijgbaar is. Ook als het maar een klein beetje is. Ja. En op is op. Op is op, ja. Ja. Een gele. Ja, de enige gele die we hebben. Catalina, ik wilde het zeggen, maar ik denk, Catalina. Ik durf het niet hier. Want Catalina, als ze bij Tros ook nog is. Ja. Ja. Ja, dat is ook een hele mooie roos. Ze wordt Duitse roos, toch? Ja, of niet? Van de Cordes, toch? Van of van Tantau? Nee, dit is een... Ik zeg maar wat, hè? Een Dume Orange. Van vroeger. Een Dume Orange. Ja, daar is het van. Nee, niet, ja. En het mooie is... Sorry, Roy. We hebben hier twee tinten hebben ze erin gevonden, die hebben we niet zelf gevonden. Ja. En die zijn we nu ook aan het testen. Dus de Sweet Catalina en de Vanille Catalina. Oké. Okay. En qua groei is die gewoon heel goed en helderheid is goed. Dus het is wel leuk om een paar kleurtjes erbij te hebben. Ja. Ja, hij is toch, hij geurt een beetje, hij is echt... En super sterk, hè? Ja, heel houdbaar. Ja, terwijl geel natuurlijk een niet zo makkelijke kleur is in de tuinrozen. Dus, maar ja, die paar die we hebben, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ja. Copperfield zie ik op het bordje staan. Ja, we hebben 2 vakken Copperfield. En komt echt los met de komende week, zeg maar. Ja. Dit is mooi, die is een beetje uitgebloeid. Dan zie je dat hij dat een mooi hart van binnen hebt. Ja. Ja, waanzinnig. Je ziet ook gewoon die zeg maar hardheid van de planten, hè? Ja. Heel harde soorten. Deze ook mooi, zeg. Dit is?
Notting Hill, eigenlijk een beetje een gewoon soortje, maar met goede eigenschappen en een leuk vormpje. En die produceert ook als een malle, hè? Ja, als een malle, ja. Echt, en die andere ook, die bij Copperfield ook, die echt niet normaal. Nee, we hebben echt soorten die er echt uitknallen wat dat betreft. Echt, Dit is er wel één van. Ja. En zeker als die een beetje openkomt, ja, de vaas is deze ook super goed houden. Ja. Ik zie wat, Roosie, voor in de boeketten. Nou ja, dat komt goed uit, want het is veel klaar dan, denk ik, toch? Ja. Maar Westminster Abbey is er een beetje af. Is de eerste snee klaar, zeg maar? Ja. Ja. Nou ja, en dan duurt het nu nog twee weken, zoiets? Ja, we hebben deze ook proberen een beetje te toppen om hem wat van snee af te krijgen. Van ongelijk het... Maar niet alles doet dat even goed. En dit is toch wel, ja, qua bloem misschien wel een van de mooiste die we hebben. Maar qua groei toch wel een van de moeilijkste die we hebben. Ja, dat is vaak zo, hè? Dus dat gaat niet vanzelf. Ik heb hier een rijp knopje in de machine. Oh ja. Ja, en hoe zou jij nou de kleur omschrijven van deze? Ja, hij verandert heel erg. Hij begint met een beetje bruin beige. Ja. En naar voorhand loopt hij uit naar, meer naar de grijs tint. Ja, echt grijs. Grijs tint. Dan zie je zilverachtig. Dan zie je hoe die begint. Ja. Dit is zo oogsten hem. Ja, wat een verschil, hè? Ja. Ja. Maar deze heeft eigenlijk alles. Hij ruikt en hij bloeit mooi open. En wordt hij nou nog zo waanzinnig goed betaald als in het jaar begin? Ik kwam wel een beetje achter, maar het kwam omdat we heel veel hadden. Ja. En ik zie hem ook heel veel terug op social media. Iedereen koopt hem daar ook. En grote bossen. Ja, want toen je hem het eerste jaar had, was echt... toen kreeg je €4 soms of zo. Echt 8. Ja, dat is er wel een beetje aan. Jammer, hè? Jammer dat het niet gewoon altijd blijft. Gewoon. Ja, ongelooflijk. Maar hier hebben we, dit is een van de grootste soorten die we nu hebben, 2000 vierkante meter. Ik denk toch wel dat jij het record hebt van de best betaalde roos ever. Ja, dat is me net welke gek er even drukken natuurlijk. Ja. Maar dit is wel de topper, vind ik. Ja, ik heb natuurlijk bij Parfum, een aantal jaren geleden was het al. Het was op een gegeven moment wit, super, super schaars. Toen kwamen ze uit Ecuador met Patience voor $4 inkoop. Ja, ja. Dat was echt, en dat werd ook gewoon verkocht. Natuurlijk bizar. Ja, daarom. Het is, toen was het echt bijzonder. En toen was, wat is dan €5 voor iets heel bijzonders? Ja, dat is ook zo. Ja, dat is waar. Wel relatief natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Heb je nou nog een nieuwe Westminster Abbey in de pijpleiding zitten, waarvan je denkt van... We zijn altijd wel een beetje naar op zoek natuurlijk, maar het lukt niet altijd. Wat is voor jou en jouw trendkleur voor volgend jaar of het jaar erop waar je op in wil gaan zetten? Wij gaan toch wel blijven een beetje in die aardetinten. Ja? Dus grijs, bruin. Ja. En, of het mag gewoon heel mooi zijn of we komen een mooi spotje tegen, dat ken je natuurlijk altijd. Ja. We hebben bijvoorbeeld zo'n hele mooie aardetint uit de Montmartre. Montmartre ken je misschien niet? Nou, nee. Maar Notre Dame is er dan weer een sport en dan precies weer eigenlijk een beetje in die aarde tint. Ik hoop dat er nou een knopje tussen staat. Wie verzint die namen, joh? Ja, dat doen we eigenlijk een beetje samen met... Hij lijkt er wel een beetje op, zie je dat? Dat is wel mooi, ja. Ja, echt, ja, maar toch wel een beetje amnesia kleurtje heeft hij. Ja, ja. Kijk, ik heb hem hier als iets rauwer is. Of amnesia, moet je eigenlijk zeggen. Maar hier zijn we aan het aanplanten en dat gedeelte wat leeg legt, moet ook nog vol. Ja. Maar dit is echt een etter qua... Het is een klein knopje. Om te vermeerderen. Het is echt drama. Oké. Als je 10 plantjes plant, dan blijven er maar 2 leeg. Dus dat duurt een eeuwigheid voor je dus een vak. Ja, ja. Dus en dat doe je gewoon zelf allemaal? We doen heel veel zelf, ook planten maken. Ja. Wauw. Ja, dat is dan ook best wel een kostbaar roosje dan. Ja. Want als je dan dit zo ziet, dan denk je van lekker. Ja. Ja, maar soms gaan we ook wel een beetje voor de moeilijke weg. Het is niet anders. Ja. En Pieter Virius zegt dat hij 16 gulden voor een Grand Prix gegeven heeft. Oh, de aardige gelul. Hij moet er weer overheen. Jammer. Ja, jammer. Ja. Jammer, Pieter. Dus, we gaan... Oh, je hebt nog een stukje gedaan. Hoeveel vierkante meter heb je? Of hectare? 3,5 hectare. Heb je nog uitbreidingsplannen? Of, Nee, dus we komen nu eindelijk tot het punt dat we zeggen, we hebben ruimtegebrek. En voorheen hadden we natuurlijk avalans. Ja. Er ging elke keer een stukje avalans af. Ja. En nu is alle avalans weg en we hebben alle vakken ingevuld. Ja.
En elk jaar gaan eigenlijk de slechte er weer uit. De slechtste gaan weer, worden weer vervangen. Ja. En nu zitten we echt dat we denken, ja, nou moeten we echt gaan puzzelen. Ja. Maar je hebt nog geen denk van, nou, ik koop de buurman of ik ga nog wat aanbouwen? Of, Koopgrond, daar gaan we altijd weer twijfelen. Nee. Ja. Ik kan ook gewoon... Even niet. Het... We hebben trouwens hiernaast nog een kwekerij erbij. En daar ligt ook weer een hectare grond. Dus in principe kunnen we makkelijk uitbreiden. Maar ja. Het is niet een doel op zich om groter te worden. Helemaal niet. Nee. Het heeft ook een charme dat je gewoon door een kas loopt. En dat je door één kas en dat je 20 verschillende soorten hebt. Ja. In één kas. Dat zie je natuurlijk amper nog, hè? Nee, zeker niet in Nederland. Nee, precies. Precies. Dit is ook wel leuk. Dit is een nieuwe Paradise Beach. En die heb een beetje... Die lijkt ergens op. De eerste snee is niet het allermooiste qua kleur. Hij is eigenlijk meer dit. Is een beetje peachy. Ja. Ja, oh, is mooi. Oh, is mooi. Maar het is, met de camera is het altijd lastig om te kleuren. Ja, maar hij lijkt, als je hem zo knipt, lijkt hij op de... Een van de vuvuzela's een beetje. Je hebt een aantal vuvuzela's, heb je. Ik weet niet welke. Want niet noemen de golden. Ze, nee, niet, zeker niet de golden. Nee, maar dat is echt heel mooi. Ja. Ja. Ja, het is een heel mooi kleurtje. En ook weer een hele goede productie. En deze lijkt weer sprekend op een andere. Ja, maar die is, je ziet al aan de groei dat die eigenlijk te grof is. En als die te grof is, dan worden die knoppen... En dat is vaak zo met jonge planten of de eerste half jaar. Dan zijn de knoppen eigenlijk te grof om elegant te zijn. Ja. Te grof om elegant te zijn. Dat vind ik mooi. Die hou ik erin. Eigenlijk zijn de kleinste takjes, zoals dit, wat mindere takjes, die krijgen die mooiste kleur. Ja. Dus het is even geduld. Ja. Alleen, ik zie hem op zijn allermooist bij spek, want die teelt eigenlijk in een kassie waar het niet perfect is qua klimaat. Ja. En dan zien we die rozen en dan planten hem en dan lijkt hij er niet op. Gek is dat, hè? Ja. Ja. Dan groeit het eigenlijk te goed. Ja. Ja. Dus maar na verloop van tijd dan komt het wel goed. Bruut. Dat is ook wel zo'n aardetint die we bijgeplant hebben. Bruut is een beetje een champagne kleur. Ja, daarom heet het Bruut. Ah, vandaar. Hij heet niet Bruut omdat hij Bruut is. Ja, ja. Hij is gewoon Bruut. Hij is Bruut. Ja, hij is Bruut. Gaaf, ja. En die kleurt ook een beetje beige weg. Dus die ook goede groeien. Ja. Aan de andere kant hebben we... Die kant hebben we een oud soort neer. Tenminste een oud soort, de Quicksand. Quicksand, ja. Oh, wat eigenlijk leuk. Helemaal geen garden type. Nee, maar wel weer zo'n aarde tintje. Ja. En een heel leuke groeien. Ja. En een hele goede houdbaarheid. Dat is, ja. Het is gewoon leuk om die erbij te hebben. Ja. Ja, dat vult het mooi aan, denk ik. Ja. En als je naar... Wat deze heb je vorige week aangeplant? Ja, deze staan er denk ik een dag of 10 op, ja. En de eerste je roos komt, denk je? Meestal duurt het ongeveer 12 weken na aanplanten. Ga je de eerste scheut afnippen. Ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Dat is ongelooflijk snel. Ja. Zeker in deze tijd. Ja. Het voorjaar, dan springt het terecht. Ja, dan springt het recht uit. Ja, super. Dus Quicksand. Het is nu begin mei, zeg maar. Dus half juni. Ja. Eind juni. Nou, ja. En mensen. Tot het eind van het jaar. Ja. Super. Je moet wel een beetje getrouwd worden voor die kleur. Precies. Ja. Ja. Ik weet niet of mensen zeggen wanneer het begin gaat beginnen. En wanneer wat gaat beginnen? Trouwens, een beetje de bruiloften. Bruiloften, ja. Of september doorgaan? Ja, als jij zou gaan trouwen, wat zou je doen nu? Als je, als je zo ziet van, nou, ik ga trouwen in september. We moeten nu zeggen van, er komen mensen uit het buitenland, die moeten tickets kopen. Hè? Ja. Ik zeg maar wat. Wat ga je doen? Ja, wachten. Ja. September is natuurlijk al niet zo'n leuke maand om in te trouwen, denk ik. Ja, ik ben getrouwd in september. Nee, ja, het zal uitstel worden, ja. Ja, ja, lijkt me wel. Dat is ook mooi. Ik denk dat het helemaal uitstel wordt. En jij bent van de geurende rozen. Ja, ik ben van alle mooie bloemen, hoor. Maar als hij geurt, dan heeft hij toch wel een extra... Oh. Oh, het is echt zo lekker, mensen. Ja, dit is wel een van de geurendste die we hebben. Een hele lekkere geur dit. Het begint ook weer met zo'n heel raar knipje. Zo knippen we hem ongeveer. Ja. Ja. En dat is, hij is ook, het is een mega grote bloem, zeg. Maar dat is ook zacht, heel gevoelig. Ja, is ook met, ja, dat voel je al. Is ook met geur. Iedereen heeft een andere geurbeleving, hè? Ja. Ik vind een beetje anijsachtig. Ja. Oh, wat lekker. Ik hou hem even vast, want dan kan ik af en toe...
mijn neus erin. Ik krijg gelijk overal een kriebel. Ik was een keer in Zuid-Frankrijk bij Weymeillant aan het testen. Nou, daar ruik je honderden rozen. En op een gegeven moment dan is je hele gezicht helemaal kriebelt en geurt. En, wat is dit? Dit is de Bloomsbury. Bloomsbury. Ook een beetje garden hard. Ja. En geur en goede houdbaarheid. Ja, mooi hoor. Hier is wat geknipt al. Ja, elke dag een rondje lopen. Ook zondag? Ja, ook zondag. Eigenlijk een oud soort, Dolcetto. Daar wilde ik eigenlijk altijd een stukje van hebben. Maar er was een kweker in Afrika die had hem afgekocht. Dus wij konden hem nooit aankopen. Ah, en nu toch? Ja, ik heb gewoon twee bekjes geplant voor de prachtige webshop. En dan vond ik mezelf heel mooi. Gewoon een heel bijzondere kleur. Ja, het is mooi. Ja. En dit is? Dus waarschijnlijk heel moeilijk. Oh, dat pak je ook. Dat pak je ook goed. Raspberry Elegance. Raspberry Elegance. Gaaf hoor. Super. Eigenlijk het enige een beetje rode die we hebben. Dit is een spotje van de Red Elegance. Meen je niet, joh? Ja. Oké. Okay. Hij staat er ook af en toe wel tussen. Kijk, hier staat hij toevallig tussen. Meen je niet, joh? Wat grappig. Ja. Zou je niet zeggen. Het is eigenlijk gewoon ook weer een... Eigenlijk een mislukkeling. Hij ziet er ook, als je hem naast de Red Elegance houdt, ziet hij er ook een beetje mislukt uit. Ja, maar die kleur en die vorm, is er, ja, het is net een beetje pioenroosachtig. Ja. Beetje wit, wel een zalmkleurig hartje. Ja, die is normaal, die heb ik eigenlijk gescout bij Spek. Toen had ik die kleur helemaal niet, was die dus helemaal niet roze aan de binnenkant. Toen was die meer wit crème. Ik zie. En dan ga je hem planten en dan worden die knoppen iets grover en dan krijg je gewoon een andere kleur. Ja, niet lelijk. Maar als hij verder open gaat, en dan wordt hij wel wit weer? Of, ja, hij bleek wel iets. Hij kan zelfs naar het geel gaan. Het is heel erg afhankelijk hoe zwaar de takken zijn. Hoeveel cijfers die gehad hebben. Ja, met heel veel tuinroos is het natuurlijk... Niks is uniform, hè? Nee, gelukkig niet. Nee, alles is... Het is gewoon, het moet wel een beetje variatie zitten. Precies. Kijk eens. Bourbon Street, die hebben we eigenlijk echt puur gekozen voor het kleurtje en de... Maar deze snijden we vrij rijp, hè? Ja, deze knippen we vrij rijp. De meeste knippen we wel vrij rijp, hoor. Ja. Ik vind dat als je deze niet rijp knipt, dan is het simpel. Ja. Plus hij is gewoon veel beter houdbaar als je iets rijp knipt. Ja, dat hoor je vaker, hè? Deze is wel te rijp. Maar ik hoop dat hij een beetje zo openbloeit met dat roze. Ja. Was van... Interplantroos hadden nog een heel filmpje gemaakt over dat die spreerozen van hun eigenlijk veel te rauw gekocht willen worden door de exporteurs. Dat je hem eigenlijk wat opener moet kopen, omdat hij dat gewoon veel beter doet. Ja. Dus dat rauwe knippen, dat is puur ingezet omdat je daar zoveel mogelijk rozen in een doos kan kopen. Ja, en misschien voor je en voor de beleving dat je verser bloemen koopt of zo. Dat is dus helemaal niet zo. En dit is? Ja, dat moet jij weten. Dit is café latte, joh. Ja, joh. Een hele andere kleur heeft hij weer, hè? Grappig is dat, hè? Ja, je ziet ook al dat verschillende bedden gewoon verschillende kleuren hebben. Ja, want zo ken ik hem meer, zoals bij deze. Maar deze. Zo is, vind ik hem eigenlijk mooier. Als iets dat is dan een mening. Dat is dan een mening. Maar uiteindelijk hij gaat wel die kant als hij open komt. Hè. Deze wordt ook heel veel gevouwen, zie ik. Ja. Hij is ook heel makkelijk te vouwen. Als hij te vers is, niet, hoor. Ja. Maar dan zie je ze zo terug en dan komt die binnenkant. Ja, dat is fantastisch, ja. Super gaaf. Maar we laten hem hier nog eventjes... Hè? Precies, we laten hem hier nog even dicht. Maar dit is ook een ding waar ik persoonlijk gewoon heel erg gek van ben. Maar qua groei gewoon echt een drama is. Ja, het is echt een... We zijn met één kastje doorgegaan met jaar rond, met belichting. Daar hadden we deze ook in staan en dat deed hij het echt gewoon niet. Nee. Gewoon geen mooie kleur. Nee. Nou, ik weet nog dat ze hem in Kenia hebben geprobeerd neer te zetten. Ja. Nee, het is een heel raar ding. Alleen die ene van Tambouzi doet het een beetje goed. Maar echt massa wordt het niet. Want jij produceert ook nog eens niet. Nee, het is hij groeit. Hij heeft echt zijn eigen hulp. Maar hij is zo verschrikkelijk mooi. Dus ja. Dan gaan we haalt er wel knoppen vanaf, hoor. Hey, niet normaal, zeg. Eigenlijk zou je hem zo moeten knippen. Ja. We knippen hem niet zo rijp, hoor. Ja, en dit is dan ook helemaal niet erg, hè? Nee, joh. Nee. Dat deed hij van de winter onder... Onder assimilatielicht deed hij dit eigenlijk bij alle bloemblaadjes. Ja. En je ziet nou dat bij een paar buitenste
Kijk, ja. En dan kun je altijd kiezen van, joh, je doet er niks aan of je plukt ze eraf. Ik weet nog, weet het, Menno Jacroon, die deed altijd, en dan pakte hij zo'n bloem en dan draaide hij me om. En dan zei hij tegen de klant, kijk, helemaal bruin. Komt zo uit de tuin, fantastisch, hè? Ja, ja, ja. En, en dan, nou ja, we zijn niet allemaal Menno, maar, nee. Maar om aan te geven dat dat ook een pluspunt kan zijn, weet je. Maar je ziet heel veel, de een gaat helemaal uit zijn dak, al zit er een bruin blaadje op, ja. Je vindt het helemaal niks. Ja. Dat is wel een beetje de charme van de manier waarop we telen en iets rijper proberen te brengen. Ja, en ook dichter bij de natuur staan, gewoon ook dingen accepteren. Weet je, dat, dat hoort er ook gewoon, ja, vooral bij tuinrozen hoort dat er ook gewoon een beetje bij, denk ik. Ja, bam. Wat is dat dan? Montmartre. Montmartre, dat is de moeder van Notre Dame. Wauw. Ook zo groot, joh. Ja. Maar ook alweer al laat je natuurlijk op de plant uitbloeien. Wordt die gewoon veel groter en mooier dan op de vaart. Ja, ja. Ja, dat gaat gewoon niet altijd. Nee, precies. Tijd ja, we gaan zo, ik denk een half uurtje is wel, ja mooi, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, ik kan niet op mijn, maar ik heb hier een horloge natuurlijk. Ja, nou, we zijn al flink hier bezig hoor, ik denk dat... Hier, deze kast was er al iets, is er al meer af. Deze komt zelfs de tweede snee al heel rap weer terug. Kensington Gardens. Het is rust ook hè. Lekker, hè? Lekker ook. Geen wij vliegtuigen, hè? Nee, helemaal niks. Dat scheelt bij jou ook wel. Radio ook aan, ja, maar dat scheelt bij jou ook wel dat er geen wij vliegtuigen overkomen, denk ik. Ja, je hebt hier wel een soort... Ja, heerlijk. Een soort harmonische route. Ja. Maar dat moet ook een bepaalde sereniteit hebben in de kas, hè? Ja, hoor ik dit weer. Het is hier gewoon rustgevend. Ja. Natuurlijk. Maar ook voor de plant. Ik merk ook gewoon dat veel kwekers zeg maar, zeggen, ja, het moet ook gewoon een beetje rustig zijn. Want, ja, geluid. Ja, gewoon geluid. Qua hoe mensen bewegen, ja. Dat die plant niet in de stress raakt. Nee. Nou, volgens mij de zeg maar rose whisperer. Ja, ja, super gaaf. Ja, ik zou ook nog klassieke muziek moeten zetten. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ik weet niet of je personeel dat je leuk vindt. Nee, die denk ik niet. Nee. Maar ja, misschien is het beter dan het praatje van de koning van... toen ik net binnenkwam. Heb je me gehoord of niet? Nou ja, ja ik hoorde iemand praten, maar ik heb niet echt geluisterd. Mooi. Klein, maar mooi. Ja, dit is echt. Zie ik in heel veel foto's op social media terug in bruidswerk. Ja, is natuurlijk super. Ook weer in enkel en spray, ongeveer 50-50. Ja. En worden die enkele groter dan de sprays of valt het wel mee? Nee, valt wel mee. Oh, jammer is dat. Nee. En wat wordt beter betaald? Ja, spreken wordt beter betaald. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja. Ja, het duurt ook al een week, twee weken langer voordat die goed zijn. Oké. Okay. Ja, er gaat gewoon veel meer energie in zitten. Maar deze ook, als die openkomt, is het echt een mini tuinvormpie. Ja, supermooi. Supermooi. Kijk, en nu is hij een beetje roos, maar hij verbleekt alweer richting het eind van het jaar. Nou, super. Je moet eigenlijk over een week nog terugkomen in onze echte koude kast. In de grond. Uh-huh. Ja, dat is echt fantastisch. Nou, wie weet doe ik dat. Wie weet doe ik dat. Even in de planning kijken. Hey, ik wil je hartstikke bedanken, Mark. Leuk dat ik hier een kijkje mocht nemen en mocht laten zien aan de mensen in de groep. En nou, we houden contact. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay.